Wat er dit weekend precies is gebeurd aan dit pand aan de Kapellestraat in Oudewater is nog niet helemaal duidelijk. Helder is wel dat hier een 31-jarige Poolse man werd neergestoken. Hij overleed kort daarna. 9 mannen die op dat moment in de woning aanwezig waren, zijn opgepakt. Ik bel me dan ook in, deze mensen komen naar Nederland toe, komen hier om een beter bestaan op te bouwen. En vervolgens gebeurt dit. Burgemeester Danny de Vries trekt zich het lot van de Polen aan. Maar tegelijkertijd maakt hij zich zorgen over de problemen die ze veroorzaken in zijn stad. Nou ja, diefstallen plaatsvinden, waarbij er overlast bij de supermarkten hier in Oudewater plaatsvinden. Het zijn incidenten in de kroegen, het zijn incidenten in het restaurant, op straat. Mensen die nagejouwd worden. Het zijn allerlei type vormen van overlast en geweld. Ook Harold van der Weijden is geschrokken van het steekincident. Hij runde jarenlang een uitzendbureau voor Oost-Europeanen in Oudewater en kent de Poolse gemeenschap goed. We moeten niet wegkijken natuurlijk voor de problemen die er zijn, maar ik denk in de grote lijn dat er meer positieve geluiden zijn dan negatieve geluiden. Toch erkent hij dat het soms uit de hand loopt. En hoewel hij vindt dat de huisvesting over het algemeen juist goed geregeld is in Oudewater, denkt hij wel dat een zogeheten migrantenhotel een hoop zou kunnen oplossen. Je ziet in Nederland wel heel veel plekken waar ze dat gedaan hebben, waar het heel goed gaat. Er zit een huismeester, er zit een nachtportier. Zo gauw de geluidsoverlast is, staat er iemand bij en dan zie je toch dat dat heel goed gaat. Dan moet wel eerst duidelijk worden hoeveel arbeidsmigranten er wonen in Oudewater. En dat is nu niet duidelijk. Er zijn officiële cijfers die zeggen, nou, er wonen 130 Oost-Europese arbeidsmigranten in Oudewater. Maar als ik dan met ondernemers praat, dan zeggen ze alweer gekscherend van, nou, zet er maar een nul achter. Nou, dat lijkt me een beetje overdreven. Maar ik vind daarom ook wel dat we gewoon eens goed moeten onderzoeken, hoe groot is nou die gemeenschap? En wat voor type mensen zijn dat nou eigenlijk? En hoe lang zijn ze nou eigenlijk? En wat zijn hun arbeidsomstandigheden? Om antwoord te geven op die vragen gaat de gemeente praten met inwoners, uitzendbureaus en de arbeidsmigranten zelf.